Oh, nou, eerst wat ik zag van Katwijk is een hele grote groep schreeuwende nazi's. Oh, dat is wel gezellig. Maar nazi's, liepen ze met hakenkruizen rond? Nee, je kan het gewoon zien. Het is een bepaald soort... Ah, dan ben je toch aan het filmen. Ga je dat uitzetten? Hallo en welkom bij een nieuwe podcast. Het is vandaag 29 september en dat betekent dat het de halve ronde van Katwijk is. Maar er zijn er vandaag twee bezig. Dus dat betekent dat het eigenlijk gewoon één hele is. Wat gaat er precies gebeuren vanmiddag? Wij gaan een demonstratie houden hier in Katwijk. Ja. Wij gaan opkomen voor kinderen die eindeloos hier blijven, met uitzetting bedreigd zijn. Welkom in Katwijk. Ja. Wat vindt u ervan tot nu toe? Ja, ik ga demonstratie voor de kinderpardon. Wat denkt u dat ze bedoelen met Fort Europa? Geen idee. Dag mevrouw. Hallo. Hallo, mag ik u vragen wat Fort Europa betekent? Fort Europa, dat staat voor de gefortificeerde grenzen rond de Europese Unie. Oké, okay. En waarom moeten we die muren slopen? Die muren moeten we slopen omdat er mensen in nood zijn die hierheen komen. Welkom in mooie Katwijk. Ja, ik kom oud in me. Ik ben blijf hier bijna 10 jaar. 10 jaar al? Ja, 10 jaar blijf hier. Mijn zoon is geboren hier. Ja? Ik kom die altijd komen hier in mijn zout. SSC komen elke dag, avond komen politie, geeft mensen in Armenië. Ja, ja. In Alakej, hij trok landen. Ja? Mijn zoon is geboren hier. Oké. Okay. Nou, hoi, hoe heet jij? Nummer. Nummer, hoi. Leuke naam. En hoezo in Katwijk mag ik vragen? Als ik vragen mag. Ja, ik wil graag die Katwijk. Ik ben 4 jaar Katwijk. En de SSC. Ik ben niet vervelend doen voor de hun. Mm-hmm. Ik wil graag eens hun die handtekening. Wij wonen hier. Het is belangrijk dat kinderen hier gewoon moeten kunnen blijven. Dat geen uitzondering is waarvoor je eerst het halve land op zijn kop moet zetten. Maar dat gewoon vanzelf spreekt. Wat er moet gebeuren is dat wereldwijde kapitalisme wordt afgeschaft. Dus u vindt dat er communisten aan de macht moeten komen? Nee, dat vind ik niet. Wat vindt u het mooiste van Katwijk tot nu toe als u hier 4 jaar al woont? Ja, is echt. Ja, mooi. Mooi. Ja, heel mooi. Wat vindt u het mooist? Ja, misschien ik ben als ik krijg een verblijfsvergunning gewoon hier blijven, omdat ik heb gewend. Maar wat dan? Socialisten, titoïsten, fascisten? Wil je een hele diepe discussie nu gaan voeren? Nee, ik wil alleen een vraagje stellen. Anarchisme, zelfbestuur. Anarchisme? Oké, en wat betekent anarchisme dan? Want wij zijn hier van podcast. Zelfbestuur. Eerst wat ik zag van Katwijk is een hele grote groep schreeuwende nazi's. Oké, maar denkt u niet dat het ook een soort van uitbuiting is om de jeugd van deze landen juist, ja, niet per se af te pakken, maar juist de jeugd naar Nederland te halen? Wat hun toekomstige, ja, misschien wel een premier in Armenië zou kunnen worden of iets dergelijks. Nou, maar dat is een lulargument. Dat is echt flauwekul. Want wat de Europese... Maar alsjeblieft... Kom eens terug met die microfoon. Nou ja, dat bepaal ik wel. Wat de Europese... Anarchisme, hè? Zelfbestuur. Er gaan geruchten rond dat er een tegendemonstratie is van de wat rechtere flank van Katwijk. Heeft u daar al wat over gehoord? Ik heb geen geruchten van een tegendemonstratie gehoord. Ik heb alleen gehoord dat een klein groepje mensen die we niet helemaal vertrouwen en die een beetje agressief naar ons doen, klaarstaat. Ik weet er verder niet het fijne van. Maar als we met een hele grote groep zijn, ik bedoel als we met 200 mensen lopen, dan kunnen we daar toch wel langs lopen? Nee, juist niet. Want? Wij kunnen niet instaan voor jullie veiligheid. Als je daar langs lopen met z'n allen. Het enige wat ik heel kort heb. Ik wil geen telefoon. Oh, sorry. Zo, politie onder alles. Dat is wel eng, man. Zo, de tering. We worden hier nu gewoon bedreigd door de harde kern van Katwijk. Oh, eerst wat ik zag van Katwijk is een hele grote groep schreeuwende nazi's. En hoe vind je want hoe het is uitgepakt uiteindelijk? Ik vind het een hele positieve demonstratie. Ja, ook al hebben jullie een andere route of zo moeten kiezen? Nee, we hebben geen andere route gekozen. We hebben een heel klein stukje zijn we omgelopen. Ja? Omdat er een paar gekken zaten die zeiden dat ze deze kinderen in elkaar wilden slaan. Dat is wel heftig. Ja, dat vond ik ook best wel heftig toen ik aankwam en dat hoorde. Ja, maar je schreeuwt een beetje in het Engels. In Katwijk is misschien beter om lekker in Nederlands te schreeuwen. Ze verstaan hier niet zo goed Engels. Sorry, man. Nee? Oké. Nou, fijne middag. Jij ook. Dank je. Een verzoekje doen voor een nummertje? Nee, hoor. Maar lekker Avicii. Ik heb er geen zin in om interviewd te worden. Hallo. Hallo, ik zie dat u een mooi bordje heeft van Lilian Hoek nog. Wat zeg je? Een mooi bordje van Lilian Hoek nog. Op de achterkant. Ja. Ja? Wat vindt u er vandaag van? Nou, erg, hoor. Ja, vindt u het erg? Ja. Ja? Ik wil zeuren, want de vlucht moet hier blijven. Wat doe je hiervoor? Wat voor haarproducten gebruik je?
dat doet er niet echt toe. Nou, kokosnootolie of zo? Nee, voor mij, ik wil het graag persoonlijk weten. Ik gebruik gewoon shampoo. Ah, oké. Okay. Wat voor shampoo dan? Welk merk? Beetje ad placement. Oh, sorry, ik moet de telefoon opnemen. Oh, oké. Okay. Nou, groetjes. Ja. Oh, u wou niet geïnterviewd worden? Ja, dat zei ik toch. Oké, maar u beantwoordt wel mijn vragen. Zou u niet? Zo, gaat het meneer? Links pacifisten hier zo. Gaat goed. Wie moet hier blijven? De vluchtelingen. Vluchtelingen, ja? Allemaal. Dominee Stam. Dominee Stam, hoe gaat het met u? Uitstekend. Als ik jou zie nog steeds beter. Ja, nou, dank u wel, dank u wel. Ik ben voor algemeen pardon. Dag mevrouw, ben ik weer. In hand, geen kind aan de kant. Hallo. Nou, we zijn bezig, hè? Ja. Algemeen pardon, en wat houdt dat in? Dat betekent dat alle mensen die hier langer dan, weet ik veel hoeveel jaar zitten, 5 jaar, hopla, binnen in Nederland. Ja, en wat zegt... Gasvrij, toch? Nou ja, dat weet ik niet. Ja, nee, de meeste niet. Zeker die Wilders mensen niet. Dat ja, die Wilders, ja, nou ja. Kunnen ook gasvrij zijn. Anti-Wilders, nee. Anti-Wilders? Ik ben een vreselijk anti-Wilders. Ja, hoezo dan? Omdat die man wil alleen maar zijn eigen volk en zijn eigen ik. Wilders? Hij wil dus alleen maar. Hij wil, ja. Hij wil dus alleen. Heel goed. Ja. Jij bent slimmer dan ik. We zijn van Podcast, dat is de lokale jongerenomroep. Oh, wat leuk. Ja, ja. Niet gelijk te interviewen, hè? Nou, nee, maar u stelt mij een vraag. Vind ik leuk om een paar vragen... Mag ik een beetje ruilen? Record kan ik toch wel gewoon een vraag stellen? Ja, maar communisme. Voor wat hoort wat? Of bent u anarchist? De meeste mensen hier zijn anarchist, heb ik begrepen. Zelfbestuur? De meeste mensen. Hier zo, de sfeer zit er goed in. Feesie. U heeft ook lekker makkelijk. Lekker meedonnen. Ja. Ja? Gaat goed? Lekker dagje toch, lekker weer. Lekker koekje zo meteen. Ben je echt een Turk? Ik ben echt een Turk, Remzi. Oh, leugenaar. Nee, ik ben echt een Turk. Wilt u niet deze... Dat gaat niet meer op dat ding nou, hè. Je klappen nou, dat moet eraf, hè. Dat mag je niet maken. Hey, geweldig. Oké, mag ik een knuffel van u? Oh, geweldig. Dank u wel, dominee. Maar ben ik een Nederlander dan? Ik heb Nederlands staatsburgerschap, maar ik heb geen Nederlands bloed bijvoorbeeld. Ben ik een Nederlander? Dat is wel een domme vraag. Ah, ja, nee, u vraagt het aan mij. Wat is een Nederlander? Ik vraag u wat is een Nederlander. Nou, hij is een domme vraag. Nou, Reems, essence, vrolijk. Ik even aan mijn bek willen halen, want het is echt intimiderend. Ja, sorry. Nee, maar als u geen microfoon wil, dan gaan we ook gewoon stoppen met het gesprek. Nee, en je bent hier gewoon om mensen uit te buiten. Je buit gewoon hun ellende uit. En je wil geen eerlijk verslag maken, geen objectief verslag. Haal dat ding aan de bek. Sorry, u wilt het morgen terug. Privé ruimte. Nou, tot ziens. Fijne middag nog. Ja. Wat was me weer een dagje vandaag. 3 kilometer gelopen binnen dat kattek. En van alles gezien. Politiehonden, ME, noem het maar op. Linkse rakkers, rechtse rakkers. Nou ja, en dan ook nog iemand die een microfoon tegen mijn neus slaat. Maar gelukkig ook nog genoeg gezellige mensen. Zoals de vriendelijke dominee. En ook mooie krullen. Bedankt voor het kijken en laat een leuk duimpje achter. Tot de volgende keer.